Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Juffenweekvlog. Het is vandaag maandag 23 januari. En als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. Het is dus maandagochtend, het is 7:50. Ik ben nu even alles aan het klaarzetten. En ik voel me niet helemaal fit, maar we gaan het best wel maken. En we gaan beginnen met begrijpend lezen, Cito. Dus ik ga nu eventjes alles klaarzetten en het bord in orde maken. We gaan zo begrijpend lezen in tweetallen maken. Er zitten weer kinderen op de gang of op de trap en er blijven kinderen in het lokaal. En volgende keer wisselen we weer van tweetallen en misschien blijf je nu in het lokaal en dan zit je volgende keer op de gang. Als je gaat samenwerken met begrijpend lezen, is iedereen in de klas even goed in begrijpend lezen? Nee, sommige kinderen die zijn wat beter rekenen, anderen bijvoorbeeld in tekenen. En het kan zijn dat je begrijpend lezen misschien nog een beetje moeilijk vindt. Of misschien vind je het wel best wel makkelijk. Als je gaat samenwerken met z'n tweeën, hoe doe je dat bij begrijpend lezen? Samen lezen. Misschien, hoe kunnen we dat afspreken? Hoe ga je de tekst lezen? Wat zou je kunnen doen? Of kunnen als ons de beurt naar Linia? Dat vind ik een hele mooie. En wat doet die ander dan? Als die ander aan het lezen is? Meelezen, heel goed. Dus we doen ons de beurt naar Linia en de ander die gaat meelezen. Oké, en dan de opdrachten. Hoe ga je dat doen? Samenwerken. Dus ik ben... En ik ga alle antwoorden voorzeggen, want ik ben heel goed in begrijpend lezen. Dus je gaat niet alles voorzeggen, maar je gaat samenwerken. Dus stel dat ik het antwoord heb gevonden... Ik ben nog aan het zoeken. Wat zou je dan kunnen doen? Even zien. Oh, nou, het antwoord staat hier zo. Je moet wel samenwerken. Dus kan het zo zijn dat ik bij opdracht 8 ben, Lee bij opdracht 3. En ik een tweetal zijn. Dit is je verjaardag. Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij. Want de jarige ben jij, daarom ben... Oké, we hebben dus nu een stukje film gezien. Zonder dat je kon horen wat ze aan het zeggen waren. Weet je dan precies waarover het gaat als je het niet kan horen? Nee, hè? Dan heb je echt je oren nodig om het te kunnen horen. Dus dat is super belangrijk. Fragment gehoord met geluid. Onze oren zijn dus wel heel erg handig om dingen te kunnen begrijpen en om te kunnen communiceren. Oké. Hoe belangrijk zijn je oren bij communicatie? Ga je eerst eventjes invullen wat jij denkt. Je antwoord kan niet fout zijn. Maar waarom denk jij dat het zo belangrijk is? We gaan het spelletje doorfluistertje doen. Ik fluister zo, luister goed. In iemands oor een zin. En die zin ga je doorgeven door iemands oor. Dus je gaat hem steeds doorfluisteren. En dan gaan we kijken of de laatste... de zin nog steeds goed kan zeggen. En dan kijken we of de boodschap hetzelfde is gebleven. We hebben nu eigenlijk zelf een communicatiemiddel gemaakt. En op welk communicatiemiddel lijkt dit? Het lijkt een beetje op een telefoon. Heel goed. Dus wat was er belangrijk als je dit wilde gebruiken? Hoe werkt het nou eigenlijk? Het touw moet strak zijn. Dus als je praat moet het touw gestrekt zijn. Het moet stil zijn. Ja, er komen trillingen en daardoor hoor je elkaar. Good morning, het is vandaag dinsdag. En we hebben vandaag een gastles van Keikunst. Dus we hebben hier een kunstwerk in de klas en dat heet Schilderen met Licht. En daar krijgen we dus een gastles over, dus ik ben heel benieuwd. En daarbij horen dan ook nog vervolglessen die we dan in de klas doen. Maar de gastles die geven zij. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat lopen. Dus ik wil eigenlijk heel even alles klaarzetten. Want dat heb ik nog niet gedaan. En ja, dat eigenlijk. Dus ik ga nu eventjes alles klaarzetten. Gisteren had ik volgens mij na school niet meer heel veel gefilmd. Maar ik vind de klas er nu echt heel gezellig uitzien. Want we hebben dus die skiliftjes hangen. En ik vind die heel leuk. En we zijn dus die sneakers aan het ontwerpen. En we hebben dus nu dit. Dit is voor straks, voor de gastles. Dus ik ben echt super benieuwd. Ik moet nog even het bord in orde maken. Dat doe ik nu gelijk.
bij het woordje mijn halen ze de ei weg en dan wordt het mijn. Maar het betekent hetzelfde. Kijk, dit zijn de woordjes die we gaan leren. Bijvoorbeeld smaandags, zie je dat? Woensdag, zaterdag, zondags. Maar hier zie je ook woordjes. Kijk, wat zou dat betekenen? Ik heb 10 cadeautjes opgeplakt. 5 cadeautjes daar. 5 cadeautjes daar achter in de klas. Het is de bedoeling dat je zo meteen bij je flitswoorden 1 tot en met 10 gaat schrijven. In jouw groepje ga jij alle 10 de woorden verzamelen. Maar die woorden staan achter de cadeautjes. Dus bijvoorbeeld, hier is cadeautje nummer 4. Er staat een 4 op. Maar, in je groepje gaat eerst die persoon aan die kant lopen. Dus bijvoorbeeld in dit pakt ergens een cadeautje. Mag ze zelf kiezen welke ze wil. Ze pakt cadeautje nummer 4. Dan zegt ze, dan gaat ze kijken. Ze mag het niet even, ze gaat kijken. Oké, Schavenhagen. Dan zeg jij tegen jouw groepje, 4 is Schavenhagen. Dan gaan jullie dat alle drie opschrijven. Hebben jullie het alle drie opgeschreven, dan gaat de volgende cadeautje 4 nog een keer pakken. Ga jij kijken, nog een keer kijken op het kaartje. Dan ga je bij alle drie kijken of die klopt. Pas als die bij alle drie klopt, dan gaat de volgende een nieuw cadeautje pakken. Dus bijvoorbeeld cadeautje nummer 10. Ze kijkt op het cadeautje, ze hangt hem weer terug. En ze loopt naar het groepje toe en zegt, nummer 10 is... Even kijken wie er naar de gym kan. Oké, het is inmiddels 3:10. Ze zijn klaar. Ik weet nou niet of ik vandaag veel heb gefilmd, maar het was een beetje een chaotische dag. Want ik had dus een beetje te veel ingepland, want de rekencito duurde echt veel langer dan verwacht. Dus ik heb nu net het huiswerk allemaal even opgeschreven, zodat ze het morgen gelijk kunnen nakijken. Want dan staat dat gelijk goed. Dus dat is dan klaar. Dan gaan we morgen de laatste cito van spelling doen. Dat is de ene laatste cito die we gaan maken. En... dat eigenlijk. We gaan morgen de sneakers afmaken. En verder nog iets anders? Nee, volgens mij niet. Dus ik ga nu even weer alles klaarmaken van morgen. Ik ben terug van werk en ik heb gelijk maar eventjes boodschap gedaan. Ik dacht, misschien vinden jullie het leuk zo om te zien wat ik heb gekocht. Ik ga dus weer even koken. Want normaal eet ik echt mega vaak bij mijn ouders. Maar ik dacht, ik ga nu maar gewoon eventjes weer een keer... koken. Dus ik heb de verwarming lekker aangezet en ga ik zo koken. Maar wat heb ik gekocht? Als eerst een vers pakket. Groene curry, die vind ik echt mega lekker. Dus ik dacht, dan kan ik die vandaag of morgen maken. Deze vind ik echt heel erg lekker van die maiswafels. Daar heb ik 2 pakjes van. Sla. Brood. Gehakt. Zo'n taco pakket. Deze is ook heel lekker. Crushly. Van die Alpro. 2 keer heb ik die. Mais heb ik. Nog wel wat andere dingen. Maar dit is het meeste wat ik heb gekocht. Dus dat ga ik nu even opruimen. Het is vandaag woensdag. Ik heb vanochtend gedoucht en heel veel zeep in mijn ogen gekregen. Dus mijn ogen is echt mega rood. Maar het is nu wel... al wat minder. Ik ga eventjes alles klaarzetten. Straks Cito spelling. En we gaan vandaag de sneakers afmaken. Ze worden heel leuk. Die ga ik op de ramen plakken. En ja, dat eigenlijk. We gaan ook gelijk het huiswerk nakijken. Want we hebben vandaag voor de 2e keer huiswerk. Ik ben heel benieuwd. Had ik het bord al in orde gemaakt? Nee. Dat moet ik ook nog doen. Dus ik ga eerst even de kaartjes eraf halen. En we gaan vandaag het hebben over cijferen rekenen. Dus we hebben even werkbladen om dat te oefenen. Maar ik ga eerst even het bord in orde maken. Oké. Okay. We zingen met elkaar. Hoor je niet? Jij bent de jarig. Niet meer de pipoera. Kom maar naar voren. We zingen met elkaar. Hyper de pipoera. Hyper de piep. Hyper de piep.
Wie wil naar buiten? Ik. Ga maar. Super hard gewerkt. We hebben nu zelfs nog een uur over. Om lekker te kunnen tekenen. Ik wil graag dat de sneakers vandaag af zijn. Nog even kort de opdracht. Je kleurt hem in. Je knipt hem netjes uit. Je kiest voorin een blad waar je hem opplakt. Een kleur die je mooi vindt. En dan mag je, als je wil, dat hoeft niet, er nog iets bij schrijven. Misschien hoe de schoen heet, of wat mooie letters, of een figuurtje, of een slogan. Je mag helemaal zelf kiezen. Als ik je tekening omhoog hou, kom je hem halen en mag je gelijk beginnen. Je mag van mij op een andere plek zitten, maar we wachten even tot iedereen de tekening heeft. Want anders wordt het heel chaotisch. Dus pas als iedereen de tekening heeft, dan zeg ik ja. En dan mag je op een andere plek zitten. Oké, kom hem even halen als die van jou is. Je ziet het niet door het tegenlicht, maar kijk hoe leuk ze zijn. Het is woensdag 2:00 en de kinderen die zijn altijd om 12:00 uit. Kijk hoe gezellig het eruit ziet. Alle sneakers die hangen dus nu hier. En ik ga nu eventjes nakijken en alles klaarzetten. Morgen laat Cito en ik heb een tractatie gekocht van die kinderchocolaatjes. Want dan kunnen ze ja even wat lekkers even voor. Omdat ze de Cito's hebben afgerond. Het lokaal ziet er echt heel gezellig uit. Dus ik ga nu eventjes nakijken. Good morning, het is vandaag donderdag. En ja, gisteren kwam dus de tweede Juffenweekvlog online. En ik heb echt zoveel leuke reacties, het is echt bizar. Het geeft me zoveel motivatie en ik ben er echt heel erg blij mee. Dus echt super erg bedankt. En ik heb er ook heel veel ideeën bij gekregen, zoals een Q&A. En gewoon dat ik toch nog meer wil laten zien. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. Dus heel erg bedankt. Ik ga nu eventjes het bord in orde maken. En we hebben vandaag de laatste Cito. Dan ga ik even een chocolaatje trakteren. Omdat ze het zo mega goed hebben gedaan. En ik heb dus ook iets nieuws. En ik zag het gisteren op TikTok voorbij komen. En ik dacht, hoe leuk is het om het even te delen met jullie. Voor als je ook bijvoorbeeld juf bent. Oké, ik ga het even laten zien. Het heet dus bijdeles.online. En ik heb gisteren de kinderen erin gezet, maar het idee is dus, nou ik ga even inloggen. Je kan er een spel inzetten en dat ze dus daarop antwoorden. Maar je kan dus ook, dan zeg je bijvoorbeeld schrijf het woordje thema. En dan zie je hoe zij het allemaal schrijven geclusterd op het bord. Ik zal het anders even laten zien als ik het ga doen, maar ik ben echt mega benieuwd. Oké, wij zijn helemaal klaar met de Cito. Even applaus voor jezelf. Heel goed gedaan. Super. Topper zijn jullie. En ik heb nog een kleine tractatie. Omdat we allemaal de Cito hebben gemaakt. Gewoon een kleine grijze kinderchocola. Dus we gaan zo lekker eten drinken. En dan deel ik er eentje uit. Je mag hem of bewaren of je mag hem gelijk opeten wat je zelf wil. We gaan een nieuwe manier proberen van het spellingsdicté. Jullie weten dat ik het soms een beetje saai vind om alleen maar de woordjes op te schrijven. En ik heb nu iets nieuws. Ik ga het jullie uitleggen. En dat gaan we dus ook vaker gebruiken. Je moet op je laptop, ga je naar beide les online. Je moet deze code invullen. Oké, jullie krijgen zo van mij een woord te horen. En die moet je goed gaan typen. Het woord wat je als eerst moet gaan schrijven is smaandags. Oké, kijk. En dan zie ik dus hier hoe je het kan schrijven. Hier zie je smaandags. Die is goed. Hier staat allemaal de komma verkeerd, hè? Deze is ook goed. Hier staat maandags. Zie je dat? Kijk goed hoe je hem schrijft.
Eerst de apostrof en dan de S. Super hard gewerkt. En we gaan heel eventjes lekker zingen. Ja. Dus ze gaan heel dicht bij elkaar staan, die zebra's. De volgende. Je hoort hier een geluidsfragment. En wat denk jij dat deze vogel communiceert naar andere vogels? Denk je dat hij zegt, het is lente, kom met mij paren? Zegt hij, gevaar, er komt een roofvogel aan? Of het is ochtend, wakker worden? Gaan we even kijken. Wat denk je? Wie denkt, het is lente, kom met mij aan? Wie denkt, gevaar, er komt een roofvogel aan? Wie denkt, het is ochtend, wakker worden? Het is inmiddels donderdagmiddag. En ik heb bijna de laatste CITO nagekeken en dan heb ik alles nagekeken. Ik heb echt al 2 dagen mijn bril niet opgedaan. Ik heb er gewoon niet aan gedacht. Is het dus ook niet zo... het is wel belangrijk. Morgen gaan we dus knutselen en ik wil dus eigenlijk voor carnaval een masker maken. En ik heb dus besloten dat als jullie het leuk vinden, kan je ook gewoon linkjes vragen naar dingen. En als je een opdracht ziet en je denkt, oh, waar is dat vandaan, mag je dan natuurlijk altijd reageren. Want ik vergeet soms om dingen in de beschrijving te zetten. Maar als je het leuk vindt, dan kan ik natuurlijk gewoon alles naar je sturen als je het ook bijvoorbeeld in de klas wil gebruiken. Zo, ik heb wel echt mega veel trek. Zo, eens even wennen weer. Dus, let's go, nakijken. 10, denk ik. Maar ik heb er wel 19 gehad. Ik heb 29 kinderen in mijn klas en 12... Ja, 29 kinderen in mijn klas. Ik ben thuis en ik heb eventjes mijn jongenspak aangedaan. En ja, ik heb dus alle CITO's erin gezet. Dus dat is echt mega top. En ik ga nu al lekker koken. Het is bijna 6:15, maar ik heb echt de hele tijd zoveel trek. Dus dat ga ik alvast maken. En vanaf volgende week in de Juffenweek vlogs wil ik dus echt elke keer een soort thema centraal stellen en veel meer uitleggen. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Maar ik moet natuurlijk ook gewoon eventjes inkomen van wat wil ik precies filmen. Dus als je iets specifieks wil zien, laat het zeker weten. En dan ga ik nu eten. Oké, ik sta bij Nies voor de deur. En we gaan even een ijsje halen bij de Mackie. Dus ik haal haar eventjes op met de auto. En dan... Oh, ik laat mijn telefoon vallen. En dan gaan we even een ijsje halen. Morning, het is vandaag vrijdag. Laatste dag. En dan weekend. Ik ben dus nu nog even de knutsel aan het doen. Want ik wil dus dat ze een masker gaan maken. En dan daarachter van dat vloeipapier doen. Alleen ik twijfel dus als ze zelf een masker maken of dat te moeilijk is. Dus ik ben nu wat schabloontjes aan het printen. Zodat ze die kunnen uitknippen en dan die kunnen gebruiken. Maar ik denk dat kinderen het uit mijn klas ook wel leuk vinden om gewoon zelf een masker te ontwerpen. Dus ik ga het een beetje... Ik ga er gewoon een paar printen en de rest laat ik een beetje in het midden. Dus dat ben ik dus nu even aan het doen. En even de lessen klaarzetten. En we hebben vandaag Engels toets. Maar die heb ik ook al klaargelegd. Dus ik ga nu heel even kijken naar die knutsel. En ik kijk dus alles via Pinterest. En dan typ ik in schabloon masker. En zo. Ik heb dus nu... Want wat ik leuk vind is dat ze dan dit ook gaan prikken. Zodat ze daar vloeipapier achter kunnen plakken. En ik heb dan deze. Beetje dit. Ben benieuwd. Ik vind het heel leuk om met jullie een film te kijken. Maar niet als er steeds commentaar is. Want dan gaan we gewoon Klokkenhuis kijken. Wie zei dat? Dat klonk heel schattig. Ja, zo klonk het. Nou, het is vrijdagmiddag en we hebben nog 1 uur en 15 om een masker te maken. En hoe we dat gaan doen. Iedereen heeft van mij een zwart blaadje gekregen. Hierop gaan we het masker maken. Je mag ervoor kiezen
om een schabloon te gebruiken. Dus dan kies je een masker hieruit. En wat je dan bijvoorbeeld doet, ik zeg maar wat, je kiest deze. Je legt hem op het blad. Je trekt hem over met een wit potlood en je knipt hem uit. Dat kan je doen. En dan kan je zelf ervoor kiezen, wat voor ogen maak ik erop? Maak ik er hartjes, vierkantjes, rondjes, figuurtjes, oortjes, lijnen? Mag je helemaal zelf kiezen. Dat doe je met de prikpen. Want je zorgt ervoor dat er allemaal verschillende figuurtjes in komen. Dan kan je op de achterkant met vloeipapier, kan je er mooie kleurtjes achter plakken. Je mag niet één vloeipapiertje op de achterkant doen en alles klaar. Je knipt kleine stukjes uit en je gebruikt verschillende kleuren. Je mag van mij, als je het leuk vindt, als je denkt, nou, deze maskers vind ik niet zo leuk, die hier liggen, mag je er ook van mij zelf één bedenken. Met een potlood, met een wit potlood, ontwerp jij een eigen masker. Dat masker moet wel ongeveer even groot zijn als het blaadje. Dus ongeveer ook even groot zijn als de schabloontjes. Want als jij een heel klein masker tekent, wordt het en heel erg moeilijk om het vloeipapier erachter te plakken. En het wordt ook heel erg moeilijk om hem dan als masker te gebruiken. Wat belangrijk, in elk masker zitten sowieso twee ogen. Dus dat zit in ieder masker. De rest mag je zelf bedenken. Dus of jij rondjes, hartjes, sterretjes, bloemetjes, hoe jij het zelf wil, mag je zelf bedenken. Verder, als hij klaar is, dan plakken we er een ijzerstokje op. Die plak je natuurlijk aan de achterkant. Ja, en dat is het deel waar alle losse vloeipapiertjes zitten. Dan kan je hem zo vasthouden en dan heb je zo een maskertje. Ik ga eventjes een lievelingsliedje met je aanzetten. Het is vrijdagmiddag, weekend en het is al 5 uur. Ik heb echt de hele tijd gewerkt, heel veel nagekeken. Ik moet eigenlijk nog wel het bord in orde maken. Zal ik dat nu doen of maandag? We hebben dus die maskers gemaakt. Kijk hoe cute, hebben ze helemaal zelf ontworpen. Dus ja, ik ben dus nu eigenlijk even aan het kijken of ik nog het bord ga doen of ik dat maandag ga doen. En dan ga ik lekker eventjes wat eten. Het is vandaag zaterdag en ik ben helemaal vergeten te filmen. Ik ben helemaal gewend nu om op werk te filmen. Als hij even scherp stelt, dat zou fijn zijn. En ik heb dus vandaag van die magic drops op mijn gezicht gedaan. Dus ik ben mega bruin. En ik ben net even naar de mall geweest. En ik heb wat dingetjes gekocht. Die ga ik aan jullie laten zien. En ik ga vanavond uit eten voor mijn broertje verjaardag. Dus dat is ook heel erg leuk. Ik heb dus rode sneakers besteld. En ik wilde daar dus wat items bij hebben. Dus. Want ik heb gekocht deze trui. Echt mega leuk. Met van die rode letters. Deze van H&M en die was 30 euro. En ik heb hem in een maatje S. Dus die trui heel leuk. Dan hadden ze bij de Zara hadden ze dit topje. Ik dacht heel erg leuk voor de zomer. Want ik hou echt van deze kleur. En deze was nu nog maar 8 euro. In een maatje S. En hij is dus wel hier open. Maar ik dacht dat kan jij wel heel mooi zijn. Dan. Deze. En dat dacht ik leuk met een beige broek en dan met die rode schoenen. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Die was nu ook in de sale voor 8 euro. Dan heb ik een jurk gekocht voor school. En maar zeggen voor als het straks weer zomer is. Dan vind ik altijd heel chill om van die juffenjurken te dragen, noem ik ze altijd. En toen zag ik dus deze hele leuke rode lange jurk van bij de Mango. En die was eerst denk ik... Nou, hier zou die eerst zijn. Ik denk dat die eerst iets van 50 euro was. Wacht, ik ga kijken. Ja, in ieder geval er zat heel veel korting op. Ik trek nu het hele kaartje eraf. Maar zo'n lange jurk. En ik was nog bij de H&M. Zag ik ook nog dit badpak. Heel leuk voor in de zomer. Met een beetje glitter. Dus dat zijn allemaal dingen die ik heb gekocht. Ik ga nu even mijn huis opruimen. En dan gaan we vanavond lekker uit eten. Sushi eten. Ik heb wel zin in. Oké, ik heb eventjes me klaargemaakt om uit eten te gaan.
En ik heb deze oorbelletjes in en gewoon dit topje. Het enige wat heel vervelend is, is dat hier een soort schoudervulling in zit. En ik wil dat er net uitknippen. Maar dat kan niet. Dus ik ga even mijn schoenen aandoen. En dan een blazertje meenemen. En dan let's go.